Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP, zei donderdag in DNA dat de situatie in het land triest en treurig is. Hij gaf aan dat de koopkracht achteruit is gegaan en dat er minder werkgelegenheid is vanwege het verspillend beleid en de vriendjespolitiek van deze regering. Voor velen is er geen werkgelegenheid, terwijl hun dagelijks lasten, de dagelijks kosten voor hun levensonderhoud, toenemen. Mevrouw de voorzitter, zoals de monetaire deskundige, de heer Anthony Karam, talloze malen heeft uiteengezet, is in de periode 2013-2017 een overmatig beroep gedaan op financiering met monetaire middelen. Dit ging gepaard met vriendjespolitiek, voorzitter, een kleine groep die zou zeggen een clan van deze de zijde van de NDP heeft geprofiteerd. Het beleid werd verkocht met allerlei populistische en verspillende projecten voor de achterban als dekmantel, waardoor de NDP de verkiezing van 2015 heeft weten te winnen. Wellicht, mevrouw de voorzitter, is dit foefje afgekeken van de politieke vrienden van de NDP in Venezuela, voorzitter. Brunswijk zei dat na de verkiezingen van 2015 de ogen van vele burgers werden geopend. Nadat alle feesten voorbij waren, toen de magen leeg waren en de rekeningen betaald moesten worden, zag men de realiteit weer in. Brunswijk hoopt dat Suriname bespaard zal blijven van de ellende die zich afspeelt in Venezuela. Ik vraag het volk van Suriname behoedzaam te zijn en te waken voor populistische projecten van de regering in een nieuw jasje. Er zal alles gedaan worden om de verkiezing van 2020 te winnen. Zelf verkiezingswetgeving zal worden aangepast. We zijn ook zeer bevreesd voor de vele drugsvangsten mogelijk ter financiering van de verkiezing. Volk van Suriname, wees op uw hoede. Voorzitter, de heer Karam wees ook erop dat de schuldquote nu al overboven het oorspronkelijk wettelijk maximum van 60% van het bruto binnenlands product is. Bij ongewijzigd beleid en onder ongewijzigde omstandigheden zal deze trend zich naar verwachting voortzetten. Ronnie Brunswijk, fractieleider van de ABOP. Hij sprak donderdag in DNA tijdens de algemene politieke beschouwingen.